Trainer René Haken, 4-1 gewonnen van MVV. Doelstelling behaald? Ja, uiteindelijk vind je dat een club als Cambuur zeker zich moet plaatsen voor de play-offs. Voorafgaand aan het seizoen gezegd van dat het een lastige klus zou worden met een nieuwe groep. Met veel spelers uit allerlei windstreken. Ja, dan denk ik dat wij in dat opzicht gewoon een goede prestatie hebben geleverd om ons te plaatsen voor die play-offs. Maar goed, plaatsen is één, maar je wilt liefst natuurlijk meer en niet voor spek en bonen aan de play-offs meedoen. Kon na 7 minuten je tactische plan de prullenbak in of veranderde het iets, de rode kaart die MVV kreeg? Ja, natuurlijk verandert dat. Ik bedoel, een tegenstander gaat ze daarop instellen. In dit geval koos MVV ervoor om heel compact terug te gaan staan. Ja, ruimte is klein. Ja, dat betekent dat het moeilijk wordt om er doorheen te spelen. Ja, dat betekent dat de veldbezetting goed moet zijn. Nou, we lieten ons eigenlijk een beetje op verkeerde manier uit de tent lokken door wat te geforceerd de keuzes te maken. Ja, waardoor het wel lastig was om er doorheen te komen. Dan moet het uiteindelijk via standaard situaties komen. In dit geval 2 penalties van Malheur. Ja, dit keer geen discussie wie hem neemt. En cool afgerond volgens mij. Ja, dat deed hij prima. En dat is ook knap na vorige week natuurlijk dat hij hem mist. Dat hij nu 2 keer hem wel benut. Dus dat is heel goed van hem. Er is een hoop om alle beslissingen te doen. De rode kaart en de penalties. Heb jij er een mening over? Waren ze terecht of niet? Ja, de eerste rode kaart vond ik wel, ja, dat kun je op verschillende manieren uitleggen. Je kunt uitleggen van hij is zwaar bestraft. Aan de andere kant kun je ook zeggen van ja, als Isa wel kan doorlopen, loopt hij wel naar de goal. Ja, en dan zou het een terechte beslissing zijn. Maar goed, ik vind dat lastig om dat vanaf de zijkant te zeggen. Maar uiteindelijk, soms denk je ook van misschien is het wel beter dat het 11 tegen 11 blijft. De week van de waarheid is met 7 punten en het behalen van de play-offs wel meer dan geslaagd, denk ik. Ja, zeker. Als je zeker de laatste 2 wedstrijden thuis wint, heel belangrijk. En ook gescoord 4 keer vandaag, 2 keer afgelopen maandag. Nou, tegen een directe concurrent als Eindhoven dan toch nog een punt uit vuur gesleept. Ja, dan kun je alleen maar tevreden zijn. Hoe blij ben je? Je mist Kevin van Kippensluis en Sam Hendricks. 2 doelpuntenmakers voor Cambuur. Dat er dan toch 4 keer gescoord kan worden vandaag? Nee, maar dat is mooi. Dat los van het feit hoe ze tot stand komen, dat je wel 4 keer net weet te vinden. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat je dus blijkt dus dat we daar ook de mogelijkheden voor hebben. Die laatste kon wel eens heel belangrijk zijn, want jullie kruipen nu met doelsaldo gelijk met NEC. Eerder had je het er al over, dat puntje van Eindhoven kon wel eens belangrijk zijn. Maar het kon volgende week wel eens echt alleen maar om de doelpunten gaan. Ja, goed, dat is alleen maar goed dat we dan toch... het is wel jammer dan van de tegengoal vandaag. Hè. Tegen Tiemann moet het eigenlijk niet zo zijn. Maar goed, het was een eigen goal, dus dat is wel zonde. Want daar had je weer een goal gescheeld. Maar goed, aan de andere kant, uiteindelijk het gaat om wedstrijden winnen. En vandaag was ook winst belangrijk om ons mogelijk te plaatsen. En dat hebben we gedaan. Eventueel kun je nog zelfs de eerste ronde van de play-offs ontlopen. Dat ligt aan uitslagen en of je zelf wint. Is dat nog een doelstelling of is het gewoon winnen volgende week en dan zien we het wel? Nou ja, het belangrijkste is 1 volgende week. Goede wedstrijd spelen, zo goed mogelijk proberen te spelen en zo goed mogelijk resultaten halen. Nou ja, volgens mij staan er een aantal ploegen boven ons nu, die moeten voorbij. Dus je bent afhankelijk van andere uitslagen. En het enige wat we kunnen doen is ons richten op onszelf. En dat is het allerbelangrijkste. En deze mag even gevierd worden vanavond? Ja, deze moet gevierd worden, want je hebt toch een deel... van datgene wat je wilt, heel seizoen voor gevochten om de play-offs te halen. Hè? Dat is 1, dus, en dat hebben we gedaan. Nou ja, dat mag zeker gevierd worden. En het is mooi dat ook nog een speler van ons, in dit geval Robin, zich kan laten bekronen met 3 goals in 1 wedstrijd. Dat is lang geleden dat ik dat meegemaakt heb. En voor hem en ook voor ons, voor het team, is dat heel mooi. En toch ook een persoonlijk succes, het bereiken van de play-offs? Ja, nee, natuurlijk. Daar ben je altijd blij mee, want dat is datgene wat je minimaal wilt. En dus als het voor onze spelers goed is, is het er wel voor de staf ook goed.